Hey, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mikey Efteling, de enige echte. Mensen, ik zeg je leuk is leuk vertel ik ben. Ik ben natuurlijk in Efteling. Het is eigenlijk een blogdag, maar ja, ik heb een. Ik heb laatst natuurlijk twee vrienden tickets gekocht. En ik kijk dan gewoon dat zo'n blogdag gewoon inzetten. Ja, dat is gewoon mensen. Dat is gewoon heel vet. En ik film met een nieuwe splinternieuwe camera. Dus ja, dat is gelijk een goed moment hier. Gelijk een nieuwe camera uitproberen. Gelijk voor, ook, voor een nieuwe vlog. Dus het leuke van deze camera is dat ik twee accu's heb. Stel deze is leeg, heb ik er altijd reserve bij. Dus ja, dat is ook altijd wat chill. Dus Efteling muzikanten zijn ook weer bezig dat te zien. Dus wel chill. Dus ik moet wel eerlijk zeggen, ik moet wel even wennen aan deze nieuwe camera. Maar wel heel vet. Dus het is wat chill. Kijk eens mensen, Aquanora daar en achter de grond, Fatima Ghana. Ja mensen, dat is natuurlijk super leuk. En ja, het is sowieso chill hier ook. Het is eigenlijk een park te zijn, dus ja, wat chill. En ik groeproertje ook gewoon weer bij. Het is niet zo ideaal voor in de achtbanen. Dus is wel leuk. Dus mensen. Ik ga zo natuurlijk minstens standaard doen. Dus ik had weer ruigrijk begin zeg maar, bij die achtbanen. Dus, dat is echt heel vet. Dus dat is. Ja, het is natuurlijk altijd leuk. Dus dat is sowieso grappig. Om hier te zijn, een paar weken te genieten. Ik vind het superleuke attracties. Dus ja, ik vind het sowieso wel natuurlijk leuk om hier in de Efteling te zitten. Het is ook winter Efteling, dus dat is ook super grappig. En de winter is natuurlijk super grappig. Wat ze ook altijd doen met Aqua Winter Efteling. Even laten zien. Ja, dat is niet zo standaard. Ik weet niet of ik het laatst ook al heb laten zien in de vlog. Maar hebben ze hier van die winterse ballen erin staan. Dat is ook wel vet. Maar mensen, ik ga de attractie in, dus kijk er lekker mee. Zo, kijkers van Mikey Efteling, ik ben nu net aangekomen hier in Ruigrijk. Dus ik loop hier langs bij de Gaming Galerij, maar ik ga straks open. Maar eerder, kijk eens hier mensen. Kijk eens, een leuke wintersfeer. En met al die kerstbomen klotter ik gewoon heel even langs. Want dat is gewoon lachen. Dus dat is gewoon echt heel leuk mensen. Die sneeuwglobe, dat is altijd grappig. Dus maar mensen, ik ga vandaag, ik ga nu denk ik richting Ruigrijk, richting de Python en de Vliegen Hollander. Is goed, is goed, is met de vlog. Kijk, jullie zien dat de Vliegen Hollander niet open is geweest. Van te lage temperatuur. Dus goed is, is die nou wel open. Dus, maar ik geef, we gaan even gauw die kant op. Even ritje in de Vliegen Hollander. En hier in de Python, kijk eens mensen, wat een mooie achtbaan hier. Ik wens je er altijd graag in, maar ik geniet even lekker mee mensen. Lekker!
nooit zo nat geweest. Hij is nog nat geworden. Maar jij hebt hem meer getroffen hier. Yeah. Ja. Lekker die wax op de hoofd. Yo, kijk eens van Mikey Hefto. Ik ben net in de Python geweest in de Vliegende Hollander. Ook nog eens een voorruk. Alleen voorruk heb ik dit keer niet gefilmd. Maar ja, boeien. Maar ja, maakt niet uit. Misschien doe ik dat wel een keer in de vlog. Misschien vandaag nog een andere keer. Maar dat was superleuk. Maar ik ga nu even een rondje de winterweide doen. Maar dan ook overdag. Misschien vanavond nog even. Dus dat is wel vet. Ja, goed. Zo, mensen. Net zagen jullie de binnenkomst. Dat ik even een stukje binnenliep. Net wij in de gemeente waar gezeten zouden, is graag de film was gewoon druk. Vlop hebben jullie dat ook even kunnen zien. En natuurlijk zo'n wintersvuurtje, dat is superleuk. Dus wel vet, maar deze camera, die nieuwe camera waar ik gebruik, nou mee film, die is echt. Ik vind hem eigenlijk gezegd best wel goed filmen, zeg maar. En kijk hier al die kerstbomen met die sneeuwballetjes. Zo ik wel, ja. Blijf ik wel vet vinden, grappig. Dus dit is wel eerlijk gezegd heel leuk. Dus hier natuurlijk die schaatsbaan. Maar eerlijk gezegd, ik ben niet zo van de schaatsen, maar dat maakt niet uit. Maar dat is wel leuk. Eerlijk gezegd ook leuk. Ja, in de eerlijke zin vind ik deze winterweide dus, ja, iets leuker en beter. En ook beter ingediend. En ook, wel ook al valt een stuk rolstoelvriendelijker. Dus dat is ook weer heel leuk. Oh, maar weer het inzoomen moet ik eigenlijk uitzoomen, maar heel vet. Dan kun je ballen gooien. Een beetje vuurtje. Is wel leuk. Oké, dan maak je even kijk. Ik ben even in het park. Ja, park. Efteling te piepelen. Weet toch? Weet wel. Kijk, ik bedoel nu bij die zweefmolens. Bij de zweefmolens, dat is wel leuk. En die drijkarrenschels of zo, weet ik het. Dat is best wel eerlijk gezegd wel leuk. En, kijk, hier heb ik zo'n zweefmolen. Die zweefmolen natuurlijk. En, hierachter heb ik natuurlijk het. Efteling Museum, daar ga ik straks eens heel even kijken. Want ik denk eerst even. Denk ik gewoon even rondjes in de ritje in de zweefmolen. De vlindermolen. Ik denk even klein ritje, even een ritje in de zweefmolen. Dat is ook best wel lachen om heel even te doen. Stel dat er ook een winterweide. Zeggen jullie misschien dat ik hier later in de avond ook meer even ga doen, maar misschien gaan ze eens even kijken, maar ik ga nu. We zijn even lekker hier in de ster. Lekker! Lekker, lekker in de zweefmolen. Kijk dan even. Lekker. Ik zit in de zweefmolen. Ik voel wel wat druppels, mensen. Oh my god. Gelukkig ben ik daar van mijn GoPro te filmen, dus dat is goed.
lekker, lekker. Mijn servetje zweeft nog leuk. Lekker. Yo, kijk eens van mij, even. Ik loop nou door het Lavelaar heen. Even een klein rondje Lavelaar doen. Ja, dat is wel lachen. Ik vind het heel leuk om te doen. Dat is best grappig. En kijk eens, al die slakjes hierboven. Zulke leukjes, Lijn Zweefhuis. Dat is lekker, maar het is nog een beetje regenachtig. Dan kunt het later op de dag wel iets rustiger, feest droger is. Aqua regen, maar ja, maakt niet uit. Lavelaar. Wat doen? Ik ga nu hier vier doorheen lopen, dat is gewoon leuk. En ja, dat is best wel lachje. En weet je wat leuk, sowieso leuk is? Gelijk te sluiten in het park. We zo zitten sluiten hier in het park. Kijk. Kijk eens mensen. Dit is grappig. Maar in ieder geval, ik ga nu denk ik even richting de Reuvelucht. Ik ben de Reuvelucht even een. Ook nog even een stukje onderuit filmen. Net zo, straks zou ik natuurlijk in die zweefmolen wat jullie voor hadden gezien. Dat is ook altijd wel grappig. En ik vind het sowieso altijd spannend, wel leuk sowieso. Sowieso die winterweide en die zo winterse sfeer en die snowglobes. Misschien laat ik later in de vlog ook nog wel zo'n snowglobe zien. Of klopt er even voorbij dat ik hem nog even in beeld breng of zo, weet ik het. Maar tot nu toe, nu kan ik filmen met deze camera. Is ook wel fijn, eerlijk gezegd, ik vind het een fijn film in ieder geval. In ieder geval, ik ga de Gieting Dreuvelen, kijk lekker mee. Kijk eens van Mike, ja, ik kom net uit de Reuvelucht. Oh, ik zie de elfjes al lopen, dat is wel leuk. Dus die gaan zo een leuk dansje doen en alles. En die gaan in ieder geval iets leuks doen omdat er een speeldoosje zit, dus die ga ik zo ook filmen. En ik ga zo meteen ook richting weet dat, het Sprookjesbos of zo, dan ga ik ook nog wel filmen. Dus. Nu is even zo dat speeldoosje laten zien. En dan kijk je de sneeuw gelopen, is ook lekker lekker. Is het lekker?
Kees van Mikey Heftel. Ik ben nu inderdaad het Sprookjesbos in en het is nog steeds van het vervelende regenweer. Mensen toch. Maar dit doen we nou typisch Nederlands weer. Eigenlijk had ik gehoopt natuurlijk dat het de rest van de dag überhaupt droog was of druk bleef, maar de loos is dat niet. Maar ja, we zullen zien mensen. Het is minder gezellig in het park en ze zijn er gewoon voor rondjes door het Sprookjesbos. Mensen, het Sprookjesbos is altijd leuk. En met die nieuwe vlogcamera, via camcorder eigenlijk wat ik heb. Hier, het is niet eigenlijk die nieuwe camera van mij waar ik nou film. Ik vind me er eerlijk gezegd wel tevreden over. Dus, ik vind hem eerlijk gezegd tot nu toe wel goed filmen. Zeg maar hij ligt ook lekker in mijn hand om te vloggen. Dus dat is natuurlijk wel ideaal. Dus. Maar ik loop hier nou bij het Kabouterdorp. En eens even bij het Kabouterdorp ook nog eens even kijken. Dus eens even kijken. Kijk dan. Hier zo. Zo grappig zo. Ik loop nou even naar dat sprookje. Eigenlijk kwam ik daar naar het huis heen. Lopen van naar Kabouterdorp, maar ik zit er toch te denken om dat een andere keer te doen. Dus ik kijk wel even hier doorheen lopen naar dat kabouterhuisje. En voordat ik dat überhaupt ga doen, is heel even dit kabouterhuisje kijken. Ja, dat is ook leuk, kijk eens hier aan zit. Hey, kijk nou, daar staan allemaal mensen, buiten in de kou. Nou, mij niet gezien. Ik ga gauw weer naar binnen. Zo lachen. En ik ga natuurlijk eens even hier kijken mensen. En dan gaan we even dit kabouterhuisje. Dus daar. Ja, dus daar ben ik ook wat foto's aan het maken voor mijn Insta. Dus die foto kun je allemaal terug. Nou, ik vind mijn Insta. Oh, lampje gaat in één keer aan. Daar ligt opa. Oké, mensen. Zie je dat? Zo leuk. Zo leuk, hè. Lekker. Maar ik loop nou richting Langnek, denk ik. Eens even bij Langnek kijken. Voor mij is dat. Ja. Ik hoop dat het straks druk is. Aan de ene kant, ik verwacht het niet, maar. Dat het de rest van de dag zo blijft, maar dat houdt mij niet tegen. Maar ik blijf gewoon zo de hele dag in het park. Dus is je op? Maar ik vind het altijd wel altijd gezellig zo met die winterse weer. Kijk eens mensen die hier hebben. Het is een Langnek. Dus ik had heel even lachen om heel even bij Langnek te kijken. Dus, ik ga volgende week verder. Ik te sluiten het park. Dus, het park is open tot 7 uur. Alleen in de kans is het 8, maar die vlucht. Dus komen we ook nog eraan mensen. Dus ik loop een beetje eerlijk gezegd achter met de vlogs. Dus maar maakt niet uit. Ik vind het sowieso wel altijd leuk om sowieso vooruit te vloggen. Hier in een park. Hier achter.
Dus zie je erachter is. Goed kapje. Marietje. Naar Brek. Oh, ik ben weer te veel in en uit, zeg maar. Maar mij niet uit. Ik ben nu een beetje uit. Maar ik vind het tot nu toe wel fijn film, hè. Valt me wel op dat ik deze iets beter in- en uitzoomt ook. Dat deze ook een goede zoom heeft, dat is wat chill. Maar ja, maakt niet uit. Met je hefsel gaat nu even kijken bij de rek liggen raakt. En dan eens even kijken. Dat is wel lachen. Dus de... Maar die is ook al sowieso weinig. En kijk eens hier, ja, paardjes kolenka. Die zijn ook altijd geinig. Die zijn ook best leuk. Dan zit nu zo'n winters deuntje in. Dus dat is ook altijd. Is ook altijd wel leuk. Maar zomaar zo'n standaard deuntje gecombineerd met een winters stijl, zeg maar. Ik wil lachen. Ruiklicht geraakt. Kijk, is wel leuk. Even zo. Wat grappig zo de winter Efteling. Dus de. Dus ja, vooral die winterse sfeer, dat is wel helemaal leuk. Oh, mensen, maar. Oh, moeder geit. Ze hebben een moeder geitje. Hallo, vrouw. Mensen, daarnaast zijn jullie maar rood kapje. Maar ik ben een roze kapje. En kijk, jullie een roze kapje. Maar we gaan even een rijtje voorbij filmen binnenkort ook. In ieder geval, even kijken bij Anse Grietje. Even kijken wat, wat Anse Grietje ervoor staat. Want het is ook wel altijd wel lachen om gaan. Ik ben uit aan zijn rietje te zien of ja, even langs de lopen wat te filmen. Ja. Is wel leuk. Dus even kijken, zijn bijna bij onze rietje. Ik heb een grappig zo aan zijn rietje. Kijk eens mensen. Kleine boodschap. Kleine boodschap die zit erachter. Maar ik ga nou even de herberg door. En dan gaan we hier binnen kijken bij de herberg. Bij de herberg. Het vuur onder de pot is al gedoofd, grond en de waard. Nou, ik zorg wel voor mijn eigen maal. Tweede zoon, de waard die het zeer verdacht vond, verliet de gelagkamer en legde zijn oor te luisteren tegen de. Wat was het ook alweer? Tafeltje, dekje, tafeltje, dekje, tafeltje, dekje. Tafeltje dekje. Is het je strikje? Is ook wel even grappig om te zien. Ik ga nu even door naar het. Even kijken hoe het bij, überhaupt bij de zes van is. Drinken dit jaar de meer. Weet je wat het is? Vroeger vlog ik ook wel verteld over mij.
als het weer zo van het regen weer is en snel, dan is het kan zijn dat bij de binnenattracties wat rustiger is. Dus ja, wat drukker is bedoel ik, sorry, en bij de buitenattracties wat rustiger. Ik denk dat ik de slaan voor een andere keer doe. Dus de, ja, de rit wil dit nog wel een keer doen, maar dat ik nou af de überhaupt de lopen route ga doen van de zes zwanen. Nou kijk eens, drie mensen gaan er gewinnen de lopen route. Kijk, hier hebben ze het. Ja, inderdaad, dat is wel even grappig. Maar ik zo even dus, ja, ik vind het sowieso eerlijk gezegd persoonlijk wel even heel leuk om sowieso even het sprookjesbos in te gaan. Om lekker rondje te doen, lekker te genieten van sprookjes aan, de sprookjes ook mee te filmen, zeg maar. Dus, dus dat is sowieso wel even lachen. Dus alleen ja, het weer is natuurlijk minder. Maar ja, op een kikkerkoning kijken, weet je wel, dat het even toe mensen. Of bij een kikkerkoning. Zo leuk. Ja, het is leuk hè, als het goed zit. Ja, dat is leuk man. Wacht maar. Kijk eens waar ze de kikkerkoning. Dus de, hier maak ik zijn klok eens goed, dus moet hij die eruit dus elk moment gaan draaien. Of die met elk moment dat die trompetten gaan blazen, ja? Dus misschien heel even kijken. Weet je wat, ik blijf gewoon doorfilmen. Dat is gewoon lachen. Of ja, even leuk om te zien, zeg maar. Dus volgens mij nog een paar minuutjes en dan gaan ze en ik beginnen te draaien. Dan gaan ze op die trompetten blazen, even lachen. Ja. De schudders moeten ze het nou elk moment überhaupt gaan doen. Dat is bijna, oh ja, bijna half één alweer trouwens. Mensen schudden lopen. Als je nu de Efteling belt, mensen, wat bizar is, de tijd gaat echt vaak zo snel voorbij. Ja, dat, omdat het gewoon leuk, ja, sowieso oké, leuk om te doen, zeg maar hier ook. Dus ja. Dus het is bijna half één. Dus daar, dan moeten ze schudders ook elk moment gaan beginnen. Dus daar, nog minder dan een minuutje voor ze mee. Dat is natuurlijk het verhaaltje van de magische klok. Dus sprak je nou elk kwartier. Dus elk kwartier gaan ze op de trompetten blazen. Dus daar. Dus goed is, maar ze nou elk moment gaan draaien. Het is half één. Oh, daar gaan ze. Dus het is weer sowieso wel even leuk om te doen in überhaupt ver te zien, zeg maar.
Maar weet je, Eftel die gaat dus verder door het sprookjesbos heen. En ik wil nog even verder met sprookjes. Ik laat even door wat sprookjes in. Meestal sta ik er dan ook heel even bij om te kijken. En dan loop ik door naar het volgende sprookjes. Naar het volgende sprookje, hè. Dus ik vind het sowieso een leuke meer lekker in sprookjesbos. In de Efteling te zijn, we lachen. En ja, ik zou zeggen, prettig. Ik ben lekker heel erg in het park. Dus. Het weer. Luister mensen, het weer houdt me niet tegen. Hè. Dus een beetje heeft die. Is gewoon lekker te sluiten in het park. En dat is sowieso al. Shiny! Dus ja. Ik vind het sowieso wel grappig om hier in het park te zijn en lekker te kunnen genieten. Ik trek hem weer maar je Efteling, is gewoon in de Efteling. Ja, ik ben sowieso elk weekend sowieso in de Efteling, dus ja. Zo leuk. Maar mensen, ik hoor weer iemand snurken in het park. Ik heb een rij, dit is de reis van Klein Duimpje. Gaan we even kijken, hè. Hallo, vrouw. Ja. Oh, ik had nog naar boven leuk. Zo lach je. Maar ze is echt kei leuk. Zo. Ik ga zo denk ook nog heel even richting... Weet die figuur? Knies in de knie. Ja, knies in de kniezer. En ja, maar ik even eens even kijken of knies in de kniezer ook echt iets te kniezen heeft vandaag. Dus Ik ga nog niet naar Reepelseeltje, maar ik ga nog wel naar Knies in de Knies. Ik ga even kijken of Knies in de Knies weer wat Knies heeft vandaag. Dus, nou mensen, we gaan het meemaken. Nou, vandaag gaan we geld meemaken. Dat is zo leuk. Het is wel leuk om hier te zijn, sowieso. En jullie Reepelseeltje zo wel op de zolder toch. Weet je wat? Dat ik terug ben. Gaan we eens even kijken. Hallo Repelsteeltje! Dus zo lachen. Dus jongen, jongen, Repelsteeltje is wel leuk, joh. Ah, oh, mensen. Van de twee word je gewoon fors wild van, joh. Dus de. Dus de. Dat is. Maar ik vind deze camera in het gezicht wel fijn. Dus de, om niet te vloggen. Ik ben alweer een leven erin. Ach, die weet toch. We hebben met die zoomknop en anders. Hè. Oh god. Mensen eruit krijgen. Kniezer. Mijn naam is Kniesoor. Kniezende Kniesoor, om precies te zijn. Je zal toch maar met zo'n naam door het leven gaan. Oh. Maar er was eens een dag dat anders was. Hij spoedde op een plannetje om Klein Duimpje in de val te lokken. Oh, gemeene heks. Ze zette een groot bord voor haar deur
met daarop Snoepjesdag. Snoepjesdag? Ja. Ze vertelde aan iedereen dat op Snoepjesdag iedereen van haar huisje mocht eten. Lekker toch? Ze hoopte dat Klein Duimpje het zou horen en dan van haar huisje zou komen snoepen en dan kon ze hem eindelijk pakken. Wat stout! Maar Klein Duimpje gelooft het niet. Hij keek wel uit. Ja, Kees, Mike, even. Ik sta nu bij buiten bij In den Zwarte Kat, bij dat horecapunt van Dans Macabre wat er komt. En ik ga even een bouwupdateje laten zien. Dan kijk eens waar ze wel in Nederland, zie je de lab. Dus ja, zometeen is er hier een charlatan show. Met de charlatan, ik dat hier met dat ze met deze nogal naar buiten komen. Maar ik vrees van dergste met ja, ik weet niet of ze leuk bruid naar buiten. Ja, misschien ik die charlatans wel, nu dan een beetje van het prut weer is. Dus de. Het zou wel leuk zijn als ze naar buiten komen, dat ik dat ook even kan meefilmen, maar dat is gewoon leuk. Ja, het is trouwens sowieso leuk om te zien. En ja, dat is gewoon lachen, ja. Dus de. Kijk, dat. In een witte kut. Zijn nu natuurlijk bij dat bord. Dat is gewoon lachen. Dus de. Zijn trouwens een beetje aan de zijkant. Kijk, hier is natuurlijk een beetje de ingang van de Zwarte Kat. Ja, wel lachen. En kijk, hier zo meteen bij de bord van dat bedrijf. Hè. Hopelijk is straks die charlatan show er weer. Dus ja, dan doet me. Zeg, ben benieuwd. Lekker. Zo mensen, Repito. Ik zit erin, dus de. Oh my god. Dat ze er ook mee maken. Lekker! Lekker! Oh jee! Lekker! Oeh, hij is wel bang! Het was ook even een reetje vet om te gaan. Dat was natuurlijk super leuk. En Mikey Eiffel is natuurlijk nu onderweg naar richting Ruigrijk. Maar dat is ook wel lachen. Dus kijk, zie je mensen. Nu vliegen we nog wel aan. Even een mooi achtbaantje. Misschien later op de dag ook nog wel eens een keer denken om even in te gaan. En, of zo meteen al, moet ik even kijken. Misschien dat ik zo meteen nog wel. By the way, voor de Python in te gaan is ook wel leuk. Dicht is maar alleen in de kerstvakantie is er wel weer open. Even 2 weken open. Waarschijnlijk ga ik er dan ook wel weer in. Dus moet ik even kijken mensen. Dus, hoe kan dat? Goed. Dus lekker. Zo kijk ik voor mij even net de Python in geweest. Dat is wel eerlijk gezegd een leuk ritje.
het regent wel. Maar ik ga nu even symbolica in. Het regent denk ik niet gek. Maar even de lens even een beetje schoonmaken, want dan zien jullie me beter. Maar mensen, ik ga nu lekker even symbolica in. Dus ik ga ook even de rit filmen. Leuk weer de singer uit. En het is natuurlijk even een verrassing welke tour ik heb, maar ja. Ja, mensen, dat zien jullie zo wel. In ieder geval, nu even lekker mee. Van de rit. Dus, lekker. Ons fameuze orgel Esmeralda. Wij zijn de charlatans. Ja, dank wel. En als u goed kijkt, ziet u hier mijn bed. Leuk zo, die charlatans. Jozef Charlatan. Hij was een vent. En samen met zijn opje.
orkest deed hij hier ooit mee aan een belangrijk muziekconcert. Hier, op deze plek. Totdat zij allen verdwenen. En als u achter u kijkt, ziet u taverne in den Zwarte Katten. Prachtig etablissement. Waar mijn vrouw en ik een kruidenierswinkeltje in hebben gevestigd. Overdag is hier alles te koop. Maar 's nachts. Op een nacht schrokken we wakker uit onze slaap omdat we vreemde geluiden zien is gekraakt en gekras. Toen wij eenmaal alle moed hadden verzameld, zijn wij op onderzoek uitgegaan naar waar deze enge geluiden vandaan kwamen. En achter de zwarte kat vonden we de oude stallen nog uit de tijd van de abdij. En in het donker zochten we onze weg tussen manden, kisten en meubelstukken. En daar, verborgen tussen de oude huizen, vonden we een stapel oude papier. Wat is er? Iets heeft daar gekrapt. Iets? Ja. Dat moet die zwarte kitten zijn. Ik zei het toch, dat beest is niet te vertrouwen. Ach, dat zwarte katje. Nee. Vanaf nu laat jij dat beest met rust. Wat heb je gevonden? Allemaal papieren tot de rassen. Het is tekeningen. Van de oude abdij. En een vaatje. Ja. En onleesbare aantekeningen. Maar dit zijn niet zomaar aantekeningen. Dit zijn de aantekeningen van mijn bedovergrootvader, Jozef Charlatan. Het is haast niet te lezen. Ja, dat is zeker. Tot diep in de nacht deed Otto een poging om de aantekeningen van mijn bedovergrootvader Jood te ontcijferen. Ik was kruiden aan het sorteren. In de verte hoorden we het gedonder van naderend onweer. Ik liep naar het raam, keek in het duister van de nacht. En plotseling werd het bos hel verlicht. En ik zag haar! Wat is er? Daar, iets groots, iets hens, iets duisters, iets afschrikwekkends. Het is het onnoembare. Het onnoembare? Ja. Otto, ik kijk en ik zie niks. Er is niks aan de hand. Niks aan de hand? Nee, ik ga kruidenthee voor jou maken. Ja, maar ik hoef helemaal geen thee. Om te kalmeren. Ik hoef niet te kalmeren. Ik wil hier gewoon weg. Ik heb Esperanto door heel Europa staan duwen. Over de Alpen, langs de Pyreneeën. Nee. Ik heb de Sjoenplan gedanst. Ik heb de Sentaki voor jou laten dansen. Toen bracht Esperanto ons naar deze onheilspellende plek. Waar we de graven vonden van het hele orkest. God, dat kwam hier met zijn Engelbert. Dat was de eerste. Ja. En de mausoleum van jouw bed over grootvader, niet de mijne. De jouwe. Toen zijn we al onze spullen kwijtgeraakt. De ezel is nog steeds niet terug. En nu worden we hier. In die afschuwelijke, zwart geplagende, beschimmelde, vieze, oude kracht. En ik ben ook nog gekrapt. En jij denkt dat ik blijf? Ik ga. Houd op. Nee, Otto, stop! Al deze ontberingen, die hebben ons geleid naar deze plek. Er is hier iets te vinden, ik voel het. We zijn er bijna. Kataoku, Rikulunak, Kail Fatani Mortes. Het kan me ook helemaal niet meer schelen wat je er allemaal staat aan mompelen. Ik trek het, niet meer. Ik ga. Otto, Charlatan, jij blijft. Nou, gaat meemaken. Ja.
gaat, blijf. Otto. En Esmeralda wil het ook. Oké, dan blijf ik. Oké, wat fijn. Maar, ik wil niet meer in een enge ruimte daarachter. Die is eng. Ik wil geen enge dingen in mijn bouw. Dat hoeft ook niet, Otto. Echt niet, lieverd. Luister, ik ga kruidendrankjes maken om aan hen te verkopen. Jij gaat ze verkopen. Ja. Wij komen van ver. Overwegen van hot naar her. Voor je hart, liefde en tranen. Dat is ons sterke bestaan. Geen duit in de tas, geen zonder kompas. Dat wil Esmeralda. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Yo, kids van Mikey Eftel. Ik ben nog niet het Eftel Museum door geweest vandaag. We zijn een paar keer langs gekomen. Ik had zoiets van, ik doe even een rondje erheen. Dat is ook eerlijk gezegd best wel leuk om te doen. Dus, grappig. Maar, eerlijk gezegd best grappig om even hier gewoon even een rondje erheen te lopen. Kijk, Anton Pieck. We zitten wel, het was wel even grappig om even hier gewoon even erin te lopen. Hey, ik heb de stoomtrein ook nog eentje daar vandaag. Dus ga ik nu ook even naartoe lopen. Kijk, de Eftelingtuin. Of de Efteling Museumtuin, dat lijkt het zo zeggen. Een beetje Efteling gaat nog even een rondje met de stoomtrein mee, denk ik. Ik denk ook nog even een rondje met zoals even, als het donker is, nog even een klein rondje over de winterweide heen. Dat is ook best wel lachen. En pagodische rokken, misschien een Piet of Vliegende Hollander. We hebben nog druk planning met parken zitten te kopen tot 7 uur. Dus mensen, dat is wel leuk. Lekker. Van Mikey Eftel, ik zit nu in de stoomtrein. Ja, dat is straks natuurlijk even een beetje. Oh, kijk, gelet op het goede moment is ik aangekomen. En ze hebben natuurlijk die lampjes weer aan staan. Ik heb natuurlijk hier bij Station Marek opgesteld. En straks hiervoor een heerlijke, laat ik maar zeggen, de Eftel Schimmel gedaan. En daarvoor de Charlatans. Ja, ik ben door die regio met die een beetje laat gewoon. Ja, prima. Dus de. Lekker. Kijk, we hebben dan een stoomtreintje. Dus ik wil even grappig om even in te zitten. De oude maskramer hier, op het flats. Voor is een beetje nat door die regen, ja, weer. Hier in de Efteling Carousel. Die carousel heb ik eerlijk gezegd een tijdje niet meer gedaan. Maar gelukkig ook die kerstboompjes daar. Ja, oké, dat ben ik echt wel. We gaan vertrekken vanuit het station De Oost. Dus ja, weer naar Marek, is wel leuk. Dus, het begint al aardig donker te worden buiten, zoals jullie hier op beeld zien. Eerlijk gezegd, ik vind het beeld eerlijk gezegd best wel helder. Dat hij het pak toch wel goed oppakt, zeg maar, deze camera. Ik ben eerlijk gezegd best wel blij mee. Dus daar zo meteen nog even de warme winterweide. Kijk nog heel even de warme winterweide, want dat is ook best wel lachen. Dus weer in Scrocco en misschien nog even, denk ik, even iets op Keunen. En Pieter, dat is ook heel vet. Pietontje! Zo leuk.
In die kerstvakantie is die heuvels. Volgens de borden die komen we aan. Ook nog dat ik in de tijdens de winter heb ik ook nog top filmen. Er was een drek uit lekker. Ja, mensen, we komen naar. Kijk eens hier, die Fata Morgana, als het donker is ook een supermooi plek. Kijk hier, Max en Morris Town van Polters Koga. Zo leuk. Nou, ik heb wel. Gezellig zo'n park. Vooral als het donker is en dan met al die wegens. Kijk dan van bakkerij Krummel is ook mooi belegd. Zo vet. Geen productie, die zijn nog bezig met die bellen. Kijk dan, die kerstboompjes zijn ook wel grappig. Ja, iedereen klaar? Lekker! Kijk eens van Mikey Elftal. Je zo elk moment leuk ze druk in, maar kijk eens hier mensen. Sinbad. Zo'n leuke trucs. Hier kijk eens, hier was Sinbad ook. Sorry. Volgens mij zijn ze er eentje jarig dat warme winter. Maar dat is altijd leuk. Dus wat het leuk is, als je mensen die hier in het park zijn en die zijn toevallig. Oh, ik ga even uitzoomen. De dag jarig dat ze hier in het park zijn, kijk bij de. Gaan zeg maar, kijk bij de gastservice in. Verjaardagsbutton halen. En ik heb dat ook wel eens laten zien in mijn verjaardagsvlog. Staat ook ergens online op mijn kanaal. Maar mensen, we zijn klaar, hè? Maar ik ga even wat nou doen. Lekker Sirocco in. Is wel leuk. Dus het is nog een beetje aan het regenen, maar. Maar dat mag de pret niet drinken, mensen. Maar ik ga even gaat ervan in. Ik ga even dat gewoon kei leuk. Even lekker ritje hier in Sirocco te gaan, natuurlijk. Dus lekker. Zo zitten we dan in Sirocco. Geluk! Daar gaan we mensen. Blij van boord, handelswijzigers. Blij van boord van je schip, handelswijzigers. Tot de storm voor je eigen schip. Stay on board your ship, merchant travelers. Until the storm has completely died. Zo, mensen. Kijk, je hebt al die. Je gaat de pagode in. Ja. Je hebt een ritje pagode in. Hij staat nog beneden, dus hopelijk dat ik nog met deze rit überhaupt mee kan.
of ze gaat of net niet. Anders moet ik een ding dat ik even. Potjes weet niks, dus ik moet even een ritje wachten. Zo, dus ja, in de kant maak ik het ook niet uit. Dus ja, zo'n kut was wel leuk. Om even, dus even met de pagode mee te gaan aankijken. Dus ik ben net te laat, dus hij gaat net omhoog, dus ja, boeien. Maar vroeg nog een ronde, kijk al mee, maar ja, een ritje in de... Dan kijken ze mij, ja, ik sta nu in de pagode, maar of ik niet ervan thuis ziet, dan in de avond. Dus ja, zo vet. Ik zweer aan mijn leven. Lekker. En ja, we gaan naar West en dan gaan we. Kijk, de branden in de achtergrond. Ik zal ze even in de zomer, maar zo, dat is leuk. Dat is wel leuk. Hey, pa. Hats, flats. En dan een echte pietantje. Kijk, ik heb hier wat in, maar kijk, net die vlag van de pieton. Dat is wel vet. Kijk dan, de winterweide van bovenaf. Dat is ook erg vet, dit hè. Vet dit. Hoppa. Zeg even een ritje per grote, wat vet. Ik ga zo weer door naar de richting Ruigheid. Dat is ook wel zo grappig. Lekker. Zo, ik van mij even net aangekomen bij een halve maand. En ik heb het niet laten ook nog eens even een ritje een halve maand te gaan doen. Dus wat vet. Met alle mannen is het ook zo dat je er alleen maar mag filmen met GoPro en harnas, dat is ook wel vet. Dus bij de Python vliegen alle andere bronnen en Joris en Dreggers en Max en Moritz. Maar mensen, ik ga erin, ik ga niet meer lekker genieten, dus lekker.
Oké, zo maak je even. Klip nu even nog even. De, Vliegen Hollander is dat 5 minuten en dan zelfs weer de Python. Dus staat het ook 5 minuten. Dat is echt. Dat is echt. Echt kijk rustig in het park. Kijk, dus die effect met die spiegel. Dus hoe moet dat zo komen, hè? Met die spiegel. Dat is wel vet. Zelfs. Volgens mij hebben ze me gezien op de camera of zo. Ik zat even dat spiegel vind. Wel vet. Maar ik ga nu de Vliegende Hollander in. Volgens mij hebben we medewerkers me zien lopen, maar maakt niet uit. Dat is leuk. Zo, altijd super leuk zo, de Vliegende Hollander en mijn favoriete attractie. Die kijk die. Dat heb ik sowieso gedaan nog even. Dus dat is er wel in. Dus dat is wel vet. Dat is super leuk. Zo, en ja, iedereen.
ideaal dat er maar 5 minuten staat, dus dat is wat chill. Dat is wel leuk. Zo, kijk eens mensen, ik loop nu in de rij van de Python. Dus staat 5 minuten daar, maar volgens mij is het kei rustig. Dus daar mensen, er is wel een mooi dingetje daar, de Python. Zo'n mooie apparaat, een mooie kaart, maar vooral om met die in het donker te doen. Dus ik ga hem daar even met mijn GoPro in, hoor, maar boeien. Dus ik ga er nou even lekker in. Dus, lekker.
in de prachtige Pieter zat. Hij zit natuurlijk in de avond superleuk verkleed, super vet, super leuk. Maar mensen, dit was weer voor deze superleuke vlog. En ik hoop dat jullie ook weer genoten hebben van deze vlog. Geef dan zeker zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Voor de rest heb ik weer super veel leuke dingen gedaan. En veel leuke attracties gedaan. En de Charlatan Show was ook wel vet. Natuurlijk de Vliegen Hollander, mijn favorietje die er nu bij staat. Dus geef zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En abonneer zeker op mijn kanaal voor nog meer super toffe, vette, leuke vlogs, onderreis, overreis, mensen. Abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik jullie de volgende video weer, mensen. Dan zou ik zeggen, lekker!